We staan hier vandaag op Landbouwpark in Oldebroek en dit jaar een primeur, de eerste stadiumloop. Drukjes, wat gaat er precies allemaal gebeuren tijdens de Contour Stadium Run in Oldebroek? Wat gaat gebeuren, dat is wij hebben een viertal lopen, vier onderdelen en dat is gebaseerd op een stadium. En een stadium dat komt uit de Griekse oudheid en dat is weer uit de Bijbel heb ik dat, van de tempelbouw. De staat van de tempel is uit zoveel stadiums opgebouwd. Toen denk ik, hey, ik ben wel eens nieuwsgierig, wat is zo'n stadion dan? En nu bleek dat de stadions vroeger, waar de atletieklui bezig gingen, dat die dwars over het veld liepen en dat was 185 meter. Dat was dan 600 voet. En je hebt Griekse voet en je hebt Romeinse voet en er zit iets verschil in. Maar ik heb dan de Griekse voet genomen en nu bleek dat die Griekse voet 600 is 185 meter. Toen dacht ik, ja, 185 meter. Je hebt in Apeldoorn, daar heb je de midwintermarathon. En die is 18,5 kilometer. Toen denk ik, hé, dat is een mooie. 100 keer 185, dan kom je aan 18,5 kilometer. Toen denk ik, nou goed, dat is een hele lange afstand. Kunnen we er ook nog wat andere deelnemers voor korteren? Dus de 50, 25 en de 10 stadium gaan we daar doen. Ja, dat betekent dus op 31 mei vier afstanden zijn er te lopen in Oldebroek. Klopt. Welke afstanden specifiek en vanaf hoe laat? Nou, specifiek is het dan de 10, die begint om 10 uur. En dat is eigenlijk net geen 2 kilometer, het is 18,5. En de 5, dat is dan net geen 5, maar die is 4 kilometer en 625 meter. Dan kom je aan de 50 run. Die is net weer geen 10, maar die is 9,5. En dan de 100, die is 18,5. Maar dat kan voor sommigen net mooi een opsteken wezen. Want je ziet ze trainen langs de weg. Ze komen net niet aan een bepaalde afstand. En dit kan voor hun een uitdaging wezen van, hey, we kunnen niet de 5, we kunnen niet de 10, we kunnen niet de halve marathon. Maar misschien kunnen we dit wel doen. En als je de voorbereidingen voor de Zwolse halve marathon wil doen, dan denk ik dat dit een ideaal iets is, want het is een geweldig parcours. We staan hier momenteel op het park van Landal. Nou, en de cameraman die heeft dat wel gezien. Die weet prachtige shots hier te maken. En mensen die nieuwsgierig worden, die moeten dan zeker naar de loco gaan kijken. Want daar kunnen ze na 31 mei natuurlijk nog veel mooiere beelden zien. Want dan gaan ze de loop opnemen. Ja, we gaan hele mooie plekjes in Oldebroek bezoeken. Het loop gaan we aandoen, de kern Oldebroek. Wat zijn de hoogtepunten kort onderweg die we gaan zien? Ja, nou, wat de gemeente natuurlijk al jaren of wat bezig is, dat is Oldebroek in beweging. En wat natuurlijk heel mooi is, dat is misschien dat de cameraman even hier ook naar onze poster kan kijken. Wij willen natuurlijk een aantal onderdelen accent opleggen. Dat is bewegen, dat is cultuur en dat is industrie. Wat wij hier in Oldebroek ook rijkelijk hebben. Maar veel mensen die zien het niet. Maar we gaan via het Oldebroekenbos, dan gaan we naar Fruittuin Verbeek. Dan mogen we over dat terrein van Verbeek. Dan gaan we langs de Kroonluchters. Dat is ook een heel mooi iets voor mensen die van Kroonluchters houden. Dat is dan binnen, daar kun je ooit eventueel nog een keer gaan kijken. Dan gaan we naar de Verlengde Loweg, naar het Loo toe. Ook een prachtig gebied is dat. Gaan we ook verschillende plekken bezoeken. En de loops, die zien er misschien niet veel van, maar als toeschouwer, dan kun je hier natuurlijk ook, we staan nu op een prachtig balkon hier, en daar kun je ook gaan kijken. Maar dan gaan ze hier op het Loop Plaza rond het meer. En dat is een kilometer lang. En als ze dan vanaf dit Loop Plaza afgaan, de lopers, dan komen ze hier soort via de Fantasietuin, ook een schitterend iets voor de mensen, en velen zullen dat ooit al wel eens gezien hebben, komen ze op de Vier Schotenweg. Nou, dan kom je daar langs het Hettenkamp, zeg ik altijd, daar soort van hier kloots, ook schitterend. Dan gaan we door het bos in, heeft ook de ATB-vereniging heeft daar weer een nieuwe route gekregen, dwars door het bos. Ook dankzij de heer Kloos, daar zijn we heel dankbaar voor. En dan komen we achter het Mulligen en dan gaan we daar via het Mulligen, via de camping is dat daar, of de bewoonde wereld daar, komen we weer terug. En dan gaan we eigenlijk weer richting de kern Oldebroek, maar dat doen we niet meer zo. Dan gaan we daar natuurlijk nog weer via de Boerderijmuseum. Ook een schitterend iets, dan zien die mensen dat ook weer. Gaan we langs het cultuurhuis en dan via het cultuurhuis komen we het centrum en dan gaan we zelfs door naar de nieuwe wijken. Zodat ook de mensen een idee krijgen dat Oldebroek in beweging is, niet alleen met het bewegen, maar ook met het bouwen. Dat we ook voortgaan in Oldebroek. We blijven niet stilstaan,
mensen die op Oldebroek letten, die zien dat de laatste jaren een enorme ontwikkeling is in Oldebroek aan activiteiten. We hebben de streetrun, we hebben van allerlei activiteiten. Dan denk ik, de gemeente Oldebroek wil graag laten zien dat we in beweging zijn. Nou, ik denk dat Oldebroek daar zeker een compliment mee kan krijgen. En dan, ik wil niet de handen op mezelf zeggen, maar ik zie andere organisatoren die heel veel werk daarvoor doen. Dan denk ik, een pluimpje voor die mensen. En het Park Landal, die heeft een prijs beschikbaar gesteld. En die hebben gezegd, van het hoeft niet de eerste te wezen, het hoeft niet de snelste te wezen, het hoeft niet de langzaamste te wezen. Iedereen die maakt kans op de prijs. Want je startnummer, dat is je kansnummer. Nou, en als ze vanuit Landal naar de Fantasietuin gaan, heeft ook de Fantasietuin-eigenaar gezegd, van daar wil ik dan ook nog iets aan meedoen. Mensen die meedoen, ook het startnummer, maakt dan kans dat ze een weekendje, een bed en breakfast bij de Fantasietuin kunnen winnen. Dus wat let mensen nog om niet deel te nemen? Je hoeft niet hard te lopen. Het is wel een loopwedstrijd. Het is niet echt een wedstrijd. Het is ook een prestatieloop. Een uitdaging voor jezelf. En mensen die niet willen wachten totdat de sluitingstermijn is, je kunt nog inschrijven via inschrijving.nl of je kijkt op de website van Contour. Zaterdag 31 mei de primeur, de eerste Contour Stadion Run. En nu weten we, ja, Driekes, we hebben je wekenlang door Oldebroek zien meten en doen. Je hebt al heel wat kilometers gemaakt. Ja. Nu weten de mensen ook waarvoor het is. En zaterdag 31 mei bent u allemaal van harte welkom om de eerste primeur te zien van de Contour Stadion Run in Oldebroek.